Breda Nu. Dag William, we zijn hier in een tuin, een stukje van de tuin die ik nog nooit had gezien tot een paar dagen geleden. Maar het is veel meer dan een tuin, het is een enorm complex met... Ja, het is eigenlijk van oorsprong een boerderij. Wij zijn hier 23 jaar geleden begonnen. En heb ik eerst het woonhuis verbouwd voor onszelf. En toen heel langzaam de eerste schuur die aan het woonhuis staat. En toen later weer de volgende schuur en zo. Maar dan zeg je nog niet wat er in die schuren te zien is. Nee. Nou ja, ik heb ze tot galerieruimte verbouwd. Dat we daar op een ruime manier de kunst kunnen presenteren van mezelf, maar ook van andere kunstenaars. Nou zag ik toen de vorige keer toen je me rondleidde dat alle sferen in die kunsthallen, noem ik het maar even... Mm-hmm. Dat die zo verschillend is. Hoe heb je daarover nagedacht? Is dat spontaan gekomen? Nee, dat is. Het heeft wel verband met elkaar. Want aan de voorkant ben ik begonnen met tegels en grind. Om gewoon een probleempje in de vloer op te lossen. Simpel voor mezelf. En dat heb ik dan achter ook wel weer herhaald. Om daar ook beton te gebruiken en grind. Maar de sferen bepaal ik eigenlijk inderdaad wel gewoon door sommige kunstenaars zijn kleurrijker als de anderen. En zo probeer ik de ruimtesfeer te laten uitkomen door de kleur en wat we er neerzetten. Zit daar dan een filosofie achter? Dat klinkt dan misschien heel deftig, maar is er bij jou toch een soort filosofie van... deze dingen horen wel bij elkaar of dat soort kunst hoort meer bij elkaar of juist contrast? Nee, ik zoek wel het contrast op. Maar wat ik hier gemerkt heb is mijn liefde voor de popart. Daar heb ik in zoverre dat ik ook rekening hou dat het voor een breder publiek moet zijn. Dus ik probeer als ik een tentoonstelling bouw... Dat voor iedereen wel iets te vinden is wat ze mooi vinden en wat ze aanspreekt. Is dat belangrijker dat de toeschouwer zeg maar de hoofdverdachte is of jouw eigen smaak toch? Hoe zit dat ongeveer? Nee, ik ben nooit niet zo heel erg met mijn eigen smaak bezig. Ik ben meer bezig of het werk van de kunstenaar de moeite waard is om te laten zien. Nou heb jij het over kunstenaars, maar jij zelf bent ook kunstenaar. Maar ook hier in deze galerieopbouw, denk ik dan. Want als ik zie wat je gedaan hebt, hoe is dat dan gegroeid? Want je gaat van 1, 2, 3, 4, maar je kunt niet zeggen plus, plus, plus. Hè? Er moet iets gebeurd zijn bij jou, waardoor jij... deze enorme hoeveelheid toch zo laat zien dat het te overzien is. Ja, ik weet niet. Ik zeg wel eens smaak en dat kan je niet kopen. Dus dat heb je. Of dat heb je niet. Ik denk dat er bij mij een basis zit dat ik heel snel... taal en dat soort dingen is voor mij altijd heel moeilijk. Mm-hmm. Alleen als het over beeld gaat, dan ben ik heel sterk. Beeldtalen? Ja. Als ik heel veel kunstenaars ken ik niet van naam. Maar als je mij één werk laat zien, zeg ik, oh, dat is die en die. Snap je? En dat, niet de naam, maar dan weet ik gewoon wat hij gemaakt heeft. En dat sla ik wel allemaal op. Ik denk dat mijn voordeel is. Dus je hebt natuurlijk ook van diverse kunstenaars die je gehad hebt en nog gaat krijgen... toch al een beeld van het gaat de goede kant op of een minder goede kant. Want dat zul je toch wel denken. Ja, 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 zeker. Zeker. Zeg je dat ook tegen kunstenaars? Nee, ik bemoei mij eigenlijk niet met het werk. Dan stel ik het liever een keer uit en dat ik zeg van nou, dan pas ik dat volgende keer wel in. Dus ik zoek eigenlijk, ben al bezig met de volgende tentoonstelling... En dan ben ik al aan het zoeken naar wat ik allemaal bij elkaar wil hebben. En dat gebeurt er vanuit je hoofd dan eigenlijk? Zit dat in je hoofd allemaal al? Ja, ja, vaak wel. Ja. Dan heb jij een groot hoofd wat dat betreft. Ja. Ja. Mijn ervaring door alle jaren heen is dat... we hebben natuurlijk verkoop nodig om door te kunnen gaan. En zo simpel is het. Maar...
tussen de kijkers zitten de kopers. En je weet nooit... Ik kan niet zeggen als iemand binnenkomt... Hé, dat is een koper. Of, hey, nog steeds niet? Nee. Met kunst... Ik denk dat de bezoeker... Je moet een klik krijgen met een werk. En daarvoor dat ik het belangrijk vind... om een brede tentoonstelling te bouwen... met heel veel afwisselend werk... waardoor als je een bezoek brengt... Dat je dan, want als je ergens zelf ook, als ik ergens heen zou gaan, waar ik, nou dan wil ik het nog wel een keer proberen, maar een tweede, derde keer wordt dan weer lastiger. Dus dat is wat ik probeer. Is het zo dat jij het heel belangrijk vindt dat de kunstenaars er zelf zijn, of is dat niet zo relevant? Kijk, je hebt met een hele met een groep mensen te maken, hè, kunstenaars. De een die kan wel leuk praten over zijn werk. De ander die sluit zijn eigen op in zijn atelier om te werken. Nou, dat type kunstenaar is eigenlijk wel heel moeilijk om naar buiten te toveren. En die houdt zeker niet van de belangstelling en de aandacht die hij zou krijgen. Dus er zit gewoon een heel groot verschil in die groep mensen. Maar ga jij dan die taak overnemen bijvoorbeeld? Dat je denkt, dit is zo'n mooi werk, maar die man of vrouw kan het niet verkopen. Verkopen bedoel ik. Ja, zo zijn wij begonnen met het eerst werk van bevriende kunstenaars. En later zijn we pas doorgegaan. En ik, toen ik ermee begon, was het eigenlijk voor mij een plek, een winkeltje of waar je werk aan kon laten zien aan klanten. William, jij zit nu, ik moet het beter zeggen, jouw tatoeage zit nu op jouw rug, maar je hebt helemaal geen tatoeage. Leg eens even uit. Nou, ik heb deze stoel, heb ik ontworpen en ik had het idee om op een meubelbeurs stond ik toen. Om meer aandacht te krijgen voor deze stoel. Toen heb ik aan een bevriende tatoeëerder gevraagd of dat hij de stoel kon tatoeëren. En als ik er dan in zit, heb ik gewoon een tatoeëring op mijn rug. Zonder dat je zelf besmet bent. Ja. Kijk. En hier zit hij dan, de kooikarper. Ja. Ja. Duidelijk. William, wat natuurlijk ook wel interessant is voor de mensen die hier zijn gekomen of nog zouden willen komen. Wanneer is hier de tentoonstelling nog te bezichtigen? Wij hebben eigenlijk altijd doorlopende de tentoonstellingen. En we hebben openingstijden donderdag, vrijdag en zaterdag. Donderdag en vrijdag van 1 tot 5 en zaterdag van 11 tot 5. En mensen kunnen ook altijd telefonisch een afspraak maken. De galerie heet DNK en dat staat voor Dorst naar Kunst. Rogier, we staan hier bij een beeld waarvan ik even het gevoel had dat zou van Henri Moore kunnen zijn. Dat klopt. Een van mijn inspirators is Henri Moore, die ik 15 jaar geleden ergens een hele grote overzichtstentoonstelling in Rotterdam heb gezien. Met een fantastisch videobeeld. En dat greep me enorm aan. Kan ik uitleggen waarom? Want het is op zich natuurlijk een... beetje bijna een amorfe massa, waar natuurlijk heel veel vormen zit. Maar wat greep jou daar zo in aan? Nou, ik vind de monumentale kracht, zeg maar, die hij op zo'n grote schaal, maar ook klein verwoord, maar ook heel groot, inderdaad uiteindelijk uitwerkt, landschappelijk, maakt het voor mij eigenlijk dat ik daar enorm door gegrepen word. Dus de organische vormen, ook een beetje de kunst van het weglaten, het van iets naar niets, ja. Van massa naar ruimte naar volume. Maar het moet bij jou eigenlijk ook in een ruimte staan. Net als hier bijvoorbeeld, dit beeld staat hier goed. Ja, ik kijk, elke kunstenaar denk ik, of creatief mens, probeert zoveel mogelijk eigenlijk dat wat hij maakt of wat hij presenteert in een juiste ruimte of in een juist licht. Misschien wel in de juiste toon voor muziekliefhebbers te laten klinken. Zo probeer ik ook waar de beelden staan, met in overleg natuurlijk altijd met de galeriehouder of met een beeldentuin of met zelfs klanten die een beeld aanschaffen, om daar ter plekke te kijken wat het beste is, waar die het beste uitkomt. Wat we hier zien is eigenlijk voor mij een figuratief beeld. Dat betekent eigenlijk een lijnenspel en het lijnenspel daarin combinatie met monumentaal werk
komt eigenlijk het beste tot zijn recht in het buitenlicht. Waardoor de zon en zelfs de maanstand of de schaduw, krijg je een dubbel. Hè. Je kent gratis een schaduwprint erbij. Maar het is meer als grap bedoeld. Maar soms kan het enorm het beeld versterken. Dus het echt tot het volle bloei laten komen. Is mijn voorkeur voor grote beelden sowieso buiten. Heb je het gevoel dat mensen dat ook zien als ze daarbij staan? Of zeg je van, ja, maar dat is mijn gevoel. Dat leg ik erin. En of mensen het wel of niet zien, dat is een tweede. Nou, het is natuurlijk sowieso dat wat je maakt. Probeer ik zo dicht mogelijk vanuit de ziel, vanuit het hart, vanuit mijn passie te werken. Dat lijkt me nogal logisch. Maar het is natuurlijk wel zo, kijk, als degene die voorbij loopt of naar het kunstwerk kijkt, wat hem pakt of wat hem raakt, kan een totale andere invalshoek zijn. Want hij heeft een heel ander leven geleid dan ik, met andere visies, met andere horizonnen, met een andere diepte, met een ander verdriet. Dus wat dat betreft zeg ik van, kijk, hoe iemand dat ervaart en oppakt en daarmee ook sturing geeft aan waar hij dat beeld eventueel zou willen hebben, omdat het bij hem dan nog meer tot zijn recht komt. Ja, dan moet, ik denk, elke creatief mens / kunstenaar voor openstaan. Ben je daardoor geboeid of zeg je van, leuk dat ik het hoor, maar dat beïnvloedt mij verder niet als kunstenaar? Weet ik niet helemaal precies wat je bedoelt met leuk dat ik het hoor. Nou, kijk, als iemand dus zegt wat jij nu net zegt, hè, ongeveer in andere woorden, zeg je dan, oh, dat boeit mij, of zeggen we, nou ja, ik heb het als kunstenaar zo gebracht en verder interesseert het me niet zoveel wat kijkers daarmee doen? Nee, integendeel. Ik denk dat het, je kunt heel erg vanuit je eigen kracht werken. Maar er zijn allerlei uitlatingen. Zoals, ik zal één metafoor zeggen. In The Broken Heart is More Space. Je gaat de dialoog ook aan met mensen die hier iets over zeggen bijvoorbeeld? Ja, juist. Ik vind dat, dat vind ik het mooiste van, goh, hè, je hoeft niet op de voorgrond of op een dienblaadje te vragen van, goh, naar elk mens die dan zit te kijken. Ik vind iedereen mag zijn eigen belevingswereld hebben. Iedereen is ook geschapen. De ene met meer talent misschien voor vormgeving. En de ander die is tuinier of bouwvakker. Allemaal zeer waardevol. Maar het is mooi om elkaar ergens in verbinding, in woord ook te vinden. Dus ik vind taalkunst vind ik een onwaarschijnlijk belangrijk ding. Nou zei je er straks iets waarvan ik even van mijn apropos af was. Dat dit over figuratief en non-figuratief. Ik vind het eigenlijk een beetje abstract figuratief. Of zeg ik dan iets raars in je ogen? Nou, daar hebben we het net over gehad. Nee, voor mij bestaan er dus in dit soort gevallen geen rare dingen. Ja, nee, maar ik vraag het omdat jij natuurlijk toch daar een idee over hebt. En ik hoor dat dan. Ik denk, dat past dan weer niet in mijn beeld dat ik erover heb. Kun je zeggen, ja, alles is goed. Maar daar kom je natuurlijk niet meer weg, hè? Alles is goed. Daar zijn we het dan over eens. Kijk, ik vind het mooi om in dus die, dat heet ook wel eens de heilige ruimte tussen ons. Mm-hmm. Hè, wij kennen elkaar misschien niet zo goed. Maar wel dat je met oprechte en open vizier met elkaar daarover gewoon spontaan alles vrij op een hele mooie manier durft te zeggen. Zo goed als je dat misschien hebt geleerd door het leven. We staan hier bij een beeld, dat is achter mij te zien. Vrij donker, maar een goede verlichting. Waarvan ik dacht dat het een heraut was, maar jij zei dat het iets anders is. Misschien is een trompetist altijd wel een heraut geweest. Dus vroeger kwamen ze natuurlijk. Het mooie is natuurlijk, wat we buiten ook, of zojuist bij dat andere beeld zeiden, van wat de kijker of de mens ervaart langs een kunstwerk, is interessant omdat je van allerlei dingen terugkrijgt. Er is ook een andere trompetist, die wordt wel eens de sterrenkijker genoemd. Deze is mijn eerste muziekbeeld en die heet More Music met dubbel O. Toch even refererend aan buitenweer. More Music schrijf ik ook in dit geval met het beeld dubbel O. Waarop ik regelmatig natuurlijk gecorrigeerd werd bij beeldentuinen. Dan zeiden ze van, dat is een taalfout. Ik zei nee, dat is een ode, een hommage aan de grote kunstenaar Henri Moore. Ik zie hier één heraut, één trompetist. En die speelt voor zichzelf. Of is die aan het herauten naar de mensheid? Nou, omdat ik al zei dat natuurlijk, omdat ik zelf inderdaad trompet speel al mijn leven lang, wilde ik voor al die muzikanten, wilde ik eigenlijk muziekbeelden maken die misschien ertoe doen. Die hun eigen leven gaan leiden. En daarmee bedoel ik ook echt dat als muzikanten uiteindelijk het licht pakken, dat uiteindelijk de zalen vollopen, dan hebben ze zo ongelooflijk hard gewerkt in donkere kamertjes en voor een habbekrat.
dat ze, als ze ook wel eens een keer een hommage krijgen of een award krijgen, of misschien zeggen van nou, ik ben een gitarist of ik ben een trombonist of een drummer of een trompetist, dan wil ik een mooi beeld. En dat, ja, en die figuratieve stijl, die kracht, die probeer ik te zoeken en probeer ik inderdaad vorm te geven. En ja, daarvan zeg ik van dit is het icoon, het eerste beeld waarvan ik nog steeds, ja, best een beetje trots op ben, dat dat me voor mij gelukt is. Breda Nu.